dag bloedhete rit in het auto zijn we eindelijk in het vissersplaatsje San Sandra aangekomen. Nou, en daar zie je het uitzicht wat we hebben vanuit onze kamer. Nou, vind je het niet perfect? Schattig dit, hè? Mag ze dat mogen? Die vissen die ze daar zo die bakken doen. Hier verkaufen Frauen die Fische. Laden sie erst. Ja, dat is het. Die mensen hier. Dit is een rubberboom. Kijk, je ziet het hele spoor lopen. Het drupt in het bakje. En kijk, dit zit er al in. Ik heb een message gegeven aan de volgende plaats. Ik heb een message gegeven aan de volgende plaats. Ik heb een message gegeven aan de volgende plaats.
Ja, 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 oranje. Als we vanuit de kust noordwaarts rijden, verlaten we het asfalt. Het is regentijd. En hoe verder we het binnenland ingaan, hoe slechter de weg wordt. Nou, we zijn hier, de onbereidbare weg komt eraan, dus we moeten eruit en de bagage wordt gedragen door dragers. Gelukkig. Wat, hè? Het is ondertussen nacht geworden, we zien helemaal niets meer voor ogen. Ik tel die kant op. Ja, even een handje geven. Kennis maken met de gidsen. Met twee gidsen gaan we op pad. Het is aan de andere kant van de rivier tweeën lopen naar het gebied waar de chimpansees zich ophouden. De gidsen luisteren ingespannen naar geluiden van de chimpansees. Na ruim 5 uur zoeken geven we het op. Het is nog 2 uur terug naar de lodge. Vlak voor we teruggaan, breekt er een onweersbui los. Het water in de riviertjes stijgt meteen. Op plaatsen waar we 's ochtends nog met onze laarzen doorheen konden waden, staat het water nu als middel. Door alle ellende van gisteren gaan we de tweede dag nog maar met z'n vieren op pad. Het is gelukkig droog vandaag, maar het duurt toch nog ruim 4 uur voor we in de verte de eerste geluiden van de chimpansees kunnen horen. We gaan er meteen op af. De derde dag ben ik de enige die op pad gaat. Het doorzetten wordt beloond, want na 2 uur vinden we al de groep met chimpansees. Oh,
De Ferdinand. De good guy. Hallo. Hartstikke leuk. Heb je het gezien? Ja. Giet pijpen stelen. Rainforest ben. Dan gaan we naar Schimpelzee Eiland. Wie is hij? Ik ga straks weer lekker. Nou, dan gaan we weer.